voor de veiligheid komen er in binnensteden steeds meer camera's, ook in Almelo. Wat vindt u daarvan? Ik vind het op zich prima, want er gebeuren op momenten hele rare dingen. Overal, niet alleen in de grote steden, ook hier in de kleine plaatsen. Ja. Dus ik ben het daar wel mee eens. Dat vind ik hartstikke goed. Want? Want voor de veiligheid, voor de mensen, ook voor de ellende wat allemaal is bij de Hofschamstraat en zo. Ik vind dat hartstikke goed. Ik vind het wel een goede zaak. Ze moeten... Als er iets gebeurt, dan kan er altijd achterhaald worden wat er precies gebeurd is. En het probleem van de privacy, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik denk als je niks te verbergen hebt, dan is het niet ernstig. Steeds meer criminaliteit wordt veel meer. En de vernieling in de stad. Maar uiteindelijk is het wel beter dat er camera's komen. Als ik zie wat de afgelopen weekenden allemaal is gebeurd, dan denk ik wel dat het heel belangrijk is. Ja. En dan, dan komt de privacy denk ik op dat moment wel op de tweede plaats. Ja. Nou, eigenlijk het feit dat het nodig is of zou moeten zijn, dat is eigenlijk wat ik denk. Wat vindt u zelf een goede manier om de veiligheid te vergroten? Meer respect tonen naar elkaar toe en geduld hebben. Ja, misschien een beetje meer van die boa's door de stad lopen of zo, een beetje meer politieagenten. Regelmatig politie er langs rijden, dat vind ik wel... Denkt u dat de politie voldoende doet? Ik denk niet helemaal, maar ze kunnen ook niet anders. Want? Nou, ze hebben allerlei richtlijnen waar ze zich aan moeten houden. Ja, ik denk dat er ook wel gewoon mensen op straat moeten blijven. Ja. 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 Misschien undercover of zo, maar... Als we de mensen wat beter op zouden voeden, begint van onder. Dus niet van bovenaf, maar de mensen moeten gewoon al, begint al bij ouders, met kinderen. Hoe je je kind opvoedt en op scholen, hoe ze kinderen... dingen bijbrengen. En als u het voor het zeggen zou hebben, waar bent u dan voor? Voor meer camera's of meer agenten op straat? Allebei. Ja, ik vind gewoon agenten is gewoon heel belangrijk. Dat je toch ziet dat ze op straat zijn. En als er geen agenten zijn, zijn er camera's ervoor. Camera's kan ook een ding dat er wel mensen op tegen zijn in verband met de privacy. Zelf zou ik het niet zo erg vinden, maar... Ja, als je over privacy klaagt, dan moet je ook niet aan een smartphone beginnen. Dan kun je overal wel iets over te zeggen hebben. Eigenlijk misschien wel meer politieagent. Dat is misschien wel beter. Niet wat verkeerd doen, is er niks aan de hand. Combinatie. Politie vind ik ook wel een goed idee. Het werkt wel preventief. Nou ja, politieagent, ik vind veiliger. Ik zou zeggen meer mensen op straat. Ja. Ik denk dat het een groter probleem is dan dat men zich realiseert. Nou, ik denk wel voor allebei. En dat de mensen meer bevoegdheden hebben. Want daar schort het dan nog, schort het nog wel eens aan. Ja. Hoe verklaart u het geweld tijdens het uitgaan? Misschien wel een opvoedkundig probleem. Weinig respect. Ik denk wel dat dat een van de grote... respect. Mensen hebben geen respect meer voor elkaar. Hoe zou dat verbeterd kunnen worden volgens u? Nou, ik denk misschien wel heel veel in de thuissituatie. Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. Maar als we allemaal mensen zoals u inzetten en op iedere hoek van de straat neerzetten, dan wordt alles goed natuurlijk. Dan komt het wel goed. Dat denk ik.